gaan we... En ook dit kan even goed gemengd worden. De oven is ondertussen 200 graden. Ik ga een Texels chocoladetaartje maken met jullie. En dat ga ik doen op onze campinggas. En die campinggas moeten we van tevoren al even op vol verhitte zetten. En die moet ongeveer rond de 200, 175 graden zijn. Voor het chocoladetaartje heb ik natuurlijk heel veel chocola nodig. Ik heb pure en ik heb melkchocola. Daarbij doe ik wat boter en dit laat ik eventjes smelten onderwijl dat de campinggas warm wordt. En dat geeft ons weer eventjes de tijd om eventjes de eieren te mengen met het suiker. Ik gebruik hiervoor 4 eitjes. En ik gebruik hiervoor wat bruine suiker. Ja, die kan erin. Ja, 4 eitjes erdoor. Dan gaan we hem eventjes luchtig mengen. Ja, je ziet, het ei heeft helemaal de suiker opgenomen. En is het tijd voor de bloem erbij te doen. Ik gebruik een zelfrijzende bakmeel. En ook dit kan even goed gemengd worden. Ja, en dan gaan we kijken of hij nu helemaal gesmolten is. En dat is hij. Dan gaan we even mengen. Goed gemengd. En ik kan het eiermengsel erdoor met bloem en suiker. De oven is ondertussen 200 graden. En als we deze zo meteen uitgestort hebben, dan hebben we in ongeveer 10 tot 15 minuutjes een heerlijk chocoladetaartje. Een Texels chocoladetaartje van de campinggas. Ja, een mooi laagje. In de gietijzerpan. Ja, daar doen we nog wat van die chocoladekoekjes bij. Kijk. Ja, en ik vind gewoon dat dat mag een beetje. Het mag een beetje fluffy zijn. Het mag nog best een klein beetje fluffy zijn. Ja, nog een heel klein beetje chocola versnipperen. Ja, en dan is het gewoon een lepel erbij en schep het uit. En ja, het maakt gewoon een hele barbecue gewoon compleet.